Deze beelden van een paar weken geleden. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk ontroerde veel mensen. Virgil van Dijk gaf tijdens het volkslied zijn trainingsjas aan een bibberend meisje. Dat meisje was Fieke van Hal uit Riel. Ze speelt in het G-team van Blauw-Wit in Goorle. Naar aanleiding van het bericht over Fieke kreeg hem een mailtje van de moeder. Of we niet eens wat aandacht kunnen geven aan G-voetbalteams. Want er zijn er veel te weinig, vindt ze. 5 wedstrijdjes, dat is heel de competitie. Dus ja, dat is gewoon veel te weinig. Dus dat... 5 wedstrijdjes? Ja, dat is gewoon echt zonde dat er zo weinig is. Want Fieke is hartstikke fanatiek, hè? Ja, ze vindt het echt superleuk en ze is enthousiast. En ze trainen elke week, maar dan is het ook net leuk om een wedstrijdje te voetballen. Maar omdat er zo weinig G-teams zijn, is de competitie maar gewoon heel erg klein. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Nou, als jullie kijken, Brabanders... Ik ga naar de lokale club, verzamel wat kinderen, creëer een team, train en misschien spelen jullie wel tegen ons.